Bob, wederom zie je een ploeg die 90 minuten lang strijd levert. Alleen sta je ook weer met een punt na afloop door een goal in de laatste minuten. Ja, dat is een beetje ons seizoen. Hè? Terwijl we, denk ik, hier zelf toch wel een aantal goede kansen hadden. Met name die van Justin Mathieu, die, denk ik, hij moet wegleggen. Dan maak je een fantastisch doelpunt. En liggen er in de omschakelingen echt wel een aantal momenten die we dan moeten benutten. Dat is natuurlijk ook nog een stuk een ontwikkelingspunt. Maar ik denk dat iedereen vandaag een leuke wedstrijd heeft gezien. Zeker van de kant van Top Os tegen toch een team dat op de derde plaats staat. Hè. Als je een spits hebt die 30 doelpunten heeft gemaakt en vandaag eigenlijk onzichtbaar was, dan tot op die ene fase van het doelpunt, denk ik, hebben we bijna niets weggegeven. Ja, want voor mijn gevoel verdienen jullie wel meer in dit duel. Ja, maar dat is, hoeveel wedstrijden hebben we daar... Hebben we zo al een einde gehad, maar uiteindelijk, je vraagt een aantal zaken aan spelers, organisatorisch goed, proberen kansen te creëren. Je speelt in een goed team, maar ik denk als vandaag één team verdienen te winnen, was het Top-Os. Jullie hebben het vaker dit seizoen bewezen, maar vandaag wederom tegen een topploeg uit de competitie. Goed spel laten zien en het de tegenstander heel lastig maken. Ja, dat denk ik wel. Maar dat zag je ook na de wedstrijd. Supporters waren nog aan het applaudisseren. Het jammer is dat we nog iets te weinig killer zijn. Dat we die wedstrijd moet je beslissen. Je ziet, zij krijgen één kans, benutten die. We hebben een aantal momenten die we dan niet benutten. Dat is nog een ontwikkelingspunt, werkpunt. Maar ja, ik denk dat iedereen die Top-Os dit seizoen heeft zien spelen, altijd goed voetbal heeft gezien, kansen gecreëerd. Alleen hebben we daar te weinig van benut. Jullie komen, we hebben vandaag een strijdvaardig Top-Os gezien. Helaas waren de laatste minuten weer fataal en eindig je met een punt. Ja, ik denk als je gaat onderzoeken dit seizoen, als alle wedstrijden tot de 80ste minuut duren, dan sta je misschien wel zesde of zevende, denk ik. Dat is ongekend dit seizoen. Hoe gaat de ploeg daarmee om eigenlijk? Want dat je iedere keer zo'n teleurstelling weer in de kleedkamer moet verwerken? Ja, dat is balen. Dat voel je het hele weekend nog wel. En maandag gaat de knop dan vaak wel weer om. Maar ja, het is wel frustrerend. Want je speelt tegen volgens mij de nummer 3 of 4. Die ook gewoon echt een promotie meedoet. En volgens mij ben je echt niet minder. Je bent zelfs, je controleert de wedstrijd, denk ik. Je laat hun af en toe wel aan de bal. Maar wij hebben de mogelijkheden en wij moeten die wedstrijd gewoon winnen. Punt. Dus dan is het extra zuur dat die weer valt later. En dat is wel vrij zuur. Zijn dat dan ook, voelt het voor jullie als 2 verloren punten? Ja, absoluut. Zo voelt het zeker. Laten we even naar de positieve kant kijken. Jullie leggen wel een hele goede wedstrijd op de mat. En vooral de tweede helft krijgen jullie een aantal kansen. Ja, ik denk dat je gewoon meer had verdiend. Maar dat is een terugkomend verhaal helaas. Maar we moeten rustig weer met de beelden terugkijken wat er beter moet. En voor de rest kun je niet zoveel. Ik denk dat je trots kan zijn op de groep. En dan moet je voor de rest... Je focus op de volgende wedstrijd. Ja, want in de tweede helft, jullie krijgen al de kans, wat ik net zei. Maar uiteindelijk krijgt Jurrel na een hele goede aanval de bal. En die schiet hem eigenlijk weergeloos binnen in de hoek. Ja, absoluut. Goed, ik denk dat we in de organisatie de hele wedstrijd goed staan. Nu ook weer hebben we een goede onderschepping. We hebben de lijn dicht. Sanchez pakt hem goed, tikt hem vooruit. En Rick geeft hem geweldig diep. En dat is een heerlijke counter. En zo, ja, echt wel uit het boekje, denk ik, zo'n counter. Een geweldige goal. En ja, dan moet je wel die momenten daarna moet je eentje bijprikken. Want dan moeten we het beter uitspelen. 20 minuten tijd volgens mij op een 1-0 voorsprong. De ontlading was groot na eigenlijk een weergeloos doelpunt van Joel. Ja, maar ook omdat het verdiend was. Hè. Uiteindelijk maken we dan dat doelpunt. En ja, zij brengen dan nog wat lengte en gaan met lange ballen spelen. Omdat ze voetballend niet echt de oplossing hadden. En het doelpunt moet ik terugzien dat we tegenkrijgen. Ik denk dat Pata verkeerd instapt. Dat gebeurt nu helemaal, maar ik heb de beelden nog niet gezien. Maar voor de rest, Pata stapt 1 keer verkeerd in, dat kan gebeuren. Maar voor de rest stond de verdediging eigenlijk subliem. Er was geen doorkomen aan voor de Rotterdammers. Ik denk dat gewoon heel het elftal begint vooraan de organisatie. En dat we eigenlijk een perfecte wedstrijd spelen. Maar nogmaals, je speelt tegen teams die één moment benutten. En wij hebben een aantal momenten gehad dat we niet benutten. Of die we niet benutten. En ja, dat is nog een werkpunt. Maar nogmaals, als je vandaag weer ziet wat ze er allemaal in leggen. En hoe we proberen te voetballen en... Als je vandaag vraagt wie de nummer 3 is, dan ga je echt niet zeggen Excelsior. Dus dat gebied ben ik wel 4. Maar als coach wil je winnen en wil je dan dat je jezelf beloont. En dat hebben we te vaak al dit seizoen niet gedaan. Tot slot volgende week lekker een weekje rust. En daarna mag je weer volgende bak tegen Volendam en Jonge Ajax. Pittig weekend. Ja, volgens mij hebben we nog een aardig pittig programma. Maar ik hou wel van zulke wedstrijden. Daar spelen wij vaak ook beter dan tegen...
de Telstadjes, de Dordrechtjes, daar hebben we toch altijd wat moeite, meer moeite mee om het spel te maken als zij ver ingezakt staan. En deze ploegen willen ook voetballen, dus dat ligt ons vaak wel. Dat hebben jullie ook wel laten zien dit seizoen. Als je kijkt naar wat voor ploegen hier op bezoek zijn geweest en wat voor resultaten jullie daarentegen hebben gehaald. Ja, ik kan me niet een wedstrijd hier herinneren dat we het heel lastig hebben gehad. Dus we hebben het altijd, het is altijd een wedstrijd gebleven volgens mij. Iedere wedstrijd hier weer thuis. Ja, dus dat is wel, ja, dat is inderdaad om zo af te sluiten een positief punt van ons dit seizoen. Alleen ja, we hebben veel te weinig punten. Nog even terugkomend op jouw woordje net, je noemde het woordje trots. Dat is mooi dat je dat zegt, want je ziet iedere week wat het resultaat ook is of hoe jullie spelen, dat altijd een strijdvaardig topos is dat er 90 minuten lang voor gaat. Ja, dat moet ook wel, maar ja, daar kon ik nu, kwam ik na deze wedstrijd zeker op. Ik denk wel dat je trots kan zijn op, alleen je moet jezelf belonen door, door elkaar ook een goal te gunnen en niet dan in de eindfase bijvoorbeeld zelf te schieten. Of, ja, dat zit hem net. Dat zijn net. En tuurlijk, als je binnenschiet is het geweldig en dan is het prima. Maar ik denk dat het soms net even nog wat slimmer kan in de eindfase. En dan gaan we echt stappen maken. Maar dan had je ook hoger kunnen en moeten staan, denk ik, als die eindfase beter is. Is het dan ook een leerproces waar jullie als ploeg op dit moment in zitten? Ja, tuurlijk. We hebben een aantal jonge spelers ook, die ook het verschil kunnen maken. En dat is alleen maar goed om daarvan te leren. En daar moeten we op een goede manier mee omgaan. En niet elkaar dingen gaan verwijten, maar wel bespreken natuurlijk. Want je speelt natuurlijk wel om het hoogst haalbare te halen. En een zo goed mogelijk toppost te zien. Dus daar moeten we zeker mee bezig.